Gaat u meneer Remkes missen? Absoluut niet. Hij heeft sowieso het vreugdevuur op Oud en Nieuw verpest. Vandaag wordt in Den Haag een nieuwe burgemeester uitgekozen. En dat betekent het einde van waarnemend burgemeester Remkes. En we zijn hier vandaag in het Oer-Hollandse Duindorp om te vragen of ze Remkes gaan missen. Gaat u meneer Remkes missen? Nee, niet echt. Nee. Absoluut niet. Nee, denk het niet. Nee. Hoezo niet? Nou, ik weet niet of we daar heel mee geholpen worden. Ik ben blij dat we zo meteen kwijt zijn. Punt 1 is, hij heeft sowieso het vreugdevuur op Oud en Nieuw verpest. De laatste keer met de vreugdevuren, met auto's in de brand steken, alles werd gesloopt halverwege. Oké, alles is gesloopt van de gemeente. Er is geen één auto van iemand hier in de brand gegaan. Wie moet volgens u de nieuwe burgemeester worden? In ieder geval een Hagenees. Die werkelijk waar weet wat er in Den Haag speelt. En ook hier in Duindorp en in Scheveningen. Want laten we eerlijk wezen, we zijn natuurlijk een volk apart. We hadden graag Richard de Mos gezien, maar... Richard de Mos? Van mijn pad. Want dat is inderdaad een Hagenees. En die jongen die is ook gewoon geboren op hier op deze straten. En die weet wat er speelt bij de echte werkelijk waar Hagenees. Nou, Richard is niet in Den Haag geboren, hoor. Dat is toch allemaal gewoon een cirkeltje met al die gasten die elkaar aanwijzen. Ik weet het niet. Maakt het heel veel uit, denk je? De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, heeft besloten aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Den Haag, de heer Jan van Zaan. Het merendeel van Den Haag die wilde Richard de Mos. En nu hebben we een of andere VVD'er uit Utrecht die niemand in Den Haag kent. Nou ja, kijk, volgens mij is niet de mening van alle Hagenaars gepeld. Het is een peiling waar een aantal mensen aan hebben meegedaan. Volgens mij is het vooral belangrijk dat Den Haag een ervaren bestuurder krijgt die hier goed de stad kan besturen. Nou, het is wel een goed bestuurder, maar je hebt gelijk over het proces. Is het natuurlijk super triest dat de burger, waar het toch allemaal om gaat, ja, dat die niet heeft mogen stemmen op de burgemeester die ze hadden willen hebben. In Duindorp hebben we geposteld de vraag van, joh, wie is nou volgens jullie de beste kandidaat? Wie zouden jullie heel graag als burgemeester willen hebben? En jij kwam als beste uit de bus. Ja, dat is hartstikke leuk om te horen en ik blijf elkaar me inzetten voor Duindorp en de rest voor de stad. Het is jammer dat er geen gekozen burgemeester is. Ik weet zeker dat ik anders een goede kans gemaakt zou hebben met een verkiezing. Ik vind het goed zoals het nu gaat, want ik denk dat het belangrijk is dat mensen die bijvoorbeeld ergens anders burgemeester zijn, hier ook gewoon burgemeester kunnen worden. Dus eigenlijk zeg je van het volk is eigenlijk te dom om een eigen burgemeester te kiezen? Nee, dat helemaal niet. Kijk, ik denk dat het heel goed is als mensen hun eigen volksvertegenwoordiging kiezen. En ik denk dat het goed is als bestuurders op een andere manier worden gekozen. Oké, dus eigenlijk eigen volksvertegenwoordiger wel, maar eigen burgemeester niet? Nou ja, precies. Dat denk ik inderdaad. Richard de Mos die zei, ik hoop dat deze VVD'er wel zich netjes aan de regels houdt. Ja goed, we hebben nu een VVD-burgemeester die rapporten die het college niet uitkomt in een kluis verstopt. Nou, ik hoop niet dat dat een partijtraditie is om gevoelige rapporten te verstoppen. En ik hoop dat deze burgemeester dat VVD-jasje uitdoet en gewoon de rapporten over integriteit open en bloot aan de raad presenteert. Dat zou ik ook zeggen als ik hem was en er een strafrechtelijk onderzoek naar me zou lopen, zoals bij hem het geval is. Dan zou ik ook naar de andere wijze, ja. Ja, maar er is nog niks vastgesteld. Er zijn geen bewijzen. Nee, maar ik snap wel dat als jij een strafrechtelijk onderzoek naar je hebt lopen, dat het dan aantrekkelijk is om naar een ander te wijzen. Nou hebben we natuurlijk gevraagd ook in Duindorp wie hun graag als burgemeester wilde hebben. Meneer Remkes was totaal niet populair. Ja. Ik heb ook wel andere geluiden gehoord. Ik denk, wat je ziet is Duindorp is een hele mooie wijk tegen Scheveningen aan. Maar waar ook problemen zijn en waarvan de burgemeester die eigenlijk voortvarend heeft aangepakt, juist ook om gewoon de mensen die van goede wil zijn te beschermen. Heeft u nog een laatste boodschap voor de nieuwe burgemeester? Ik hoop dat het een goede wordt halverwege en dat hij voor Den Haag halverwege zich eigen inzet.